Welkom bij onze podcast, Lambert en Albert, onze vaste podcast over de cross. We gaan het uh, hebben over het voorbije weekend, maar vooral ook over het weekend dat eraan komt. Want het is een weekend met een WK in Tsjechië, meer bepaald in Tabor 3. Kampioenen hier aan tafel, voormalige wereldkampioenen zelfs, met uh, Niels Albert uiteraard, die mag niet ontbreken Niels. Uh, nee. Met Mario de Klerk en met Sven van Toerenhout, de bondscoach. Ik moet eerst naar Niels, want uh, dat is een vaste um, gewoonte elke maandag. Maar nu zeker, want je hebt iets heel speciaals aan Niels. Vertel. Me. Ja, ik, wou, uh, ik, uh, ik was de laatste tijd toch, toch heel veel aan het fietsen terug. En uh, ik dacht: Sven zal mij misschien nog wel uh, selecteren voor uh, zondag. Nou, als als joker of zo, ik ik zal me een tenue aandoen. Maar jammer genoeg uh, hij zie ik het niet meer uh, momenteel, het talent. Uh, ja. Ja. Een, een trainingspak van de nationale ploeg van, wat is het? 2004? Ja, 2004. ja ik weet niet wat vier is, maar het zal toch uh, rond die jaartallen ergens zijn. Ik had het in mijn kast gevonden en ik dacht, ik zeg, voor het WK. Uh, en je bent zeker er, dat jouw uh, trainings Een uh, uh, naam was. staat er toch in van achter. Ja. Dus uh, ja, het ja. zal mijn wel zijn, denk ik. Ja. ja. Het zit nog altijd goed. Eigenlijk als gegoten. hè? Ja, dat wil toch zeggen dat ik niet te veel ben bijgekomen zien dat je gestopt bent. Dus op zich uh, ben of, ik wel tevreden. Of het waren andere modellen vroeger. Oftewel we waren het grote zakken vroeger in de tijd, dat kan ook. Maar um, je, je wil een geste doen, want uh, je bent er niet zo aan verknocht dat je het absoluut wil houden. Je wil het eventueel wegschenken. Ja, we kunnen, het, uh, kunnen we misschien nog wel eens een actie rond verzinnen uh, om het. Uh, om het te verlaten of zo. Uh, ja. Oké, okay, we ja, hebben ja. ongeveer een uur. Dan komen we wel ja, op een vraag. Ja. We hebben al iets, maar we gaan er nog eens over ja, nadenken. We gaan nog eens over nadenken. Oké, okay, dus uh, als je dit, uh, gesigneerd trouwens, dat wil je nog doen? Ik ja? zal het ja. Voilà, als je dat wil winnen, straks <laughs> op het einde van de uitzending gaan we, gaan we een vraag lanceren. En dan kan het misschien ja. voor, uh, voor u zijn. Um, Niels, de week van 2K, was jij gestresseerd? Was dat anders dan anders? Of was dat de mooiste week van het jaar? Uh, ha, ik was niet speciaal meer gestresseerd. Zo, een dag of zo ervoor begon dat wel. Meestal was, of als je naar het hotel of zo ging, uh, dan begon dat zo stilletjes ik wel Maar zo in begin dagen, maandag, dinsdag, woensdag had ik daar eigenlijk weinig last van. Ja. En deze week? <laughs> nu, zeker niet. <laughs> <laughs> ik ben eigenlijk echt niet. Ik, ik moet ook niet gaan. Uh, Zondag ook niet? Uh, nee, ik, uh, ik ben. Uh, te gast uh, in de studio in Boom, maar uh, ik moet er eigenlijk voor de rest niet In de studio uh, in zeggen. Boom? Ja, ze doen zo voor- en nabeschouwing uh, voor uh, Sporza, ik zal het maar zeggen. Hè. Ja, dat uh, dan, uh, ja, en dan hebben ze mij gevraagd om Karel uh, uh, van Nieuwkerken bij te staan, een beetje voor en na de wedstrijd. Op die manier. Ja. Ja, wel gezellig, denk ik. Zal wel zijn. Zeg, we hebben uh, met jou natuurlijk een dubbele wereldkampioen. Daar zit een drievoudige wereldkampioen. We hebben ook de winnaar van de TurboCross aanwezig hier in ons Wat ja, ja. oh, een vergelijking. <laughs> ja, sorry, spijt <laughs> Ja, nee, <maar> Er komt <laughs> straks nog iets anders. Maar ik wou eerst over ik die, die TurboCross. <laughs> ja. um, de TurboCross, daar was jij eerste. En de, de zoon van jouw buurman vandaag, ja, Mario klopt. de Klerk, ja. was tweede. <clears throat> klopt. Prestige spurtje? Wel, ja. wel afgezien. Uh, laat ons zeggen, dat ik denk dat Angelo meer afgezien heeft dan mij. En Angelo was ook wel de dagen voor die nerveuzer dan, dan mij, dus uh, ik denk dat Mario dat zelfs kan beamen. Angelo ja. is toch best gestresseerd voor de turbocross. Hij wou nog eens uitpakken. Uh, niet per se uitpakken, maar ja, hij, hij voelde zich ergens toch denk ik ook wel mee. Uh, ja, hij is er de, de laatste maanden ook veel bij je geweest. Uh, Angelo trekt veel met mij op uh, gedurende de wintermaanden. Uh, vooral in het bijstaan van trainingen en zo verder en noem maar op. En uh, hij wou toch zijn naam en uh, zijn functie alle eer aan doen. Ja. En hij wou jou kloppen vooral. En hij had misschien uh, daar stiekem op gegoopt. Ja. Ja. Het was een spurtje, maar jij, jij kon achterin kijken, dus je had echt overschot. Kat onder controle, ja. Ja, ja. ja. Zat er meer in voor Angelo, Mario? Dat denk ik niet, want hij trainde ook niet veel. Hij rijdt ook niet veel meer met de fiets. En... Maar hij was. Zenuwachtig echt. en Ik ben blij voor hem dat hij nu de raad weer opgepakt heeft en dat hij terug begint te sporten en te fietsen. Achteraf nu. Oh ja, maar... Hij heeft het, heeft het weer helemaal... Ja, hij is bezig terug. En staat wel scherp, uh, toch? Vorige week... Waa, toch. Uh, vorige week uh, zei hij tegen mij... Ik kwam achter de kindjes. Ik ben om 6:30 uur opgestaan en ik ben op de piste gaan rijden. Ik zeg tegen had het beter vroeger gedaan, uh, toen dat je zelf koerste. <laughs> nee, hij doet het graag nu terug. En, uh, en ja, het was lastig. Hij uh, heeft afgezien in, uh, in, in die gang. Ja. We moeten heel blij zijn dat je komt op maandag. Want ik heb horen zeggen dat de maandag een moeilijke dag is. Want meestal zorg je dan voor je kleinkinderen. Uh, maandag en dinsdag, ja. Maar uh, het is nu al iets beter, omdat ze allemaal naar school gaan. Dus uh, na de kerstvakantie is de laatste... Of de kleinste van de vier uh, gaat ook naar school. Dus uh, het is iets te rustiger aan het komen. Ja, ze kunnen even in de opvang blijven straks. Uh, ja. Ook, ja. ja, ja. Maar um, het zegt iets over jouw leven na de cross, als actieve crosser en als grootvader intussen. Hè? Ja, een grootvader van uh, vier kindjes: uh, twee van, van de dochter, twee jongens. En twee van, uh, van Angelo, van de zoon, twee meisjes. Uh, dat, wordt ook zeg zeg dat wil ook zeggen dat we oud aan het komen zijn. Dat well, was <laughs> nog relatief, hè, <laughs> ja, Mario? Ja, maar het is zo, ja. um, Niels, we zitten niet met wereldkampioenen aan tafel. Mm -hmm. Maar uh, wie van jullie drie werd ooit wereldkampioen in Tsjechië, waar dit weekend de WK wordt gereden? Alle, al, nee, de nee, uh, Sven. Uh, ik ging zeggen, allebei, maar dat was, uh, dat was met dat ding zo we zeker De Sven is daar wereldkampioen geworden. Hè? En dat zal. Uh, wat jaar gaat dat geweest zijn? Uh, dus aan denken dat 2000 of zo ergens. Later? 2001. Ah, oké. Okay, ja, ja ik ging daar ergens geklopt okay. hebben. Oké, okay, het, het, het verbaast mij. Knap werk. Want um, ja, het ging niet enkel over de Turbocross. Is fan voor alle duidelijkheid. <laughs> nee, de credits voor, uh, voor wie ze verdient. Je bent wereldkampioen bij de belofte geworden in. Klopt, tabo. Ja. 2001. 2001, ja. Ja. Ja, dat, is, uh, dat zijn mooie herinneringen. Ja. Als je jeugdrenner zijn dat mooie herinneringen. Het is niet dat dat op zich heel veel betekent in, in, in je verdere carrière, dat is meestal een opstap naar. Um, nu is dat al iets anders. Toen was, dat, toen was dat meestal de deur richting een profcarrière. En dat was bij mij ook het geval. Maar dat betekende ook wel meteen dat je ja, weer vanaf nul begon. Hè. Wereldkampioen worden bij de beloften, dat was meestal een eindstadium die je bereikt had. En om dan weer eigenlijk van nul te herbeginnen in een, in een nieuwe categorie. Ja, ik zag dat er twee relatief onbekende Tsjechen toen de ja. tweede en derde werden. Uh, soms zijn dat ja, allemaal namen die mm -hmm. later dan doorbreken. Ja. Dat was uh, ja, wat die Tsjechen betreft niet het geval. Nee, maar dat was wel de, de jaren een beetje de periode dat je heel vaak in de jeugdcategorieën veel Tsjechen tegenkwam. En uh, vooral als je dan een WK ging rijden ergens in de Oostbloklanden of zo, waren dat toch wel meestal de grote favorieten. Ja. Ja. Ik, ik, uh, ik vroeg uh, wie van jullie in Tsjechen. Jij bent in Tsjechen wereldkampioen geworden. Je bent één keer in Tabor wel aanwezig geweest, maar je bent niet gefinished. in uh, oh, Ik tabor. ben er Europees kampioen geworden bij de juniors in okay. Tabor en ik win mijn eerste wereldbeker bij de profs in uh, Tabor uh, in 2008 denk ik zelfs nog, maar dan het WK zelf uh, oh, moet ik al denken 2010 of zo. Ja, zo, ik zag DNF maar ik heb... Allee, ik ja, was dat was dat een jaar, um, um, de echte crossfans gaan nog wel herinneren, dat was dat jaar dat het uh, kampioenschap van België in Oost-Mal was. En halverwege de wedstrijd, uh, ik zal discussie in het midden laten, uh, ja, word ik daar eigenlijk van mijn fiets getrokken. En ik breek daar eigenlijk wat ribben. En ik verlies dan mede dankzij die val en mijn nationale titel, want wij reden op dit moment met de Sven wat weg. Um, dus ja, dat had spannend kunnen zijn, denk ik. En dan, um, de week erachter, verlies ik de Wereldbeker in Roubaix met drie punten omdat ik met de fiets over de balken eigenlijk niks kon stoppen, Dus verlies ik in de wereldbeker mijn, uh, verlies ik in Roubaix het eindklassement. En dan moest ik ook nog uh, Tabor rijden en dat dan juist eigenlijk uh, ja, sneeuw en en Dat was al niet echt mijn ding en dan met die onzekerheid van ja, toch wel wat gebroken ribben te hebben, was dat voor mij een dag die, uh, dat was rap geclasseerd. Dat, dat, uh, ja. dat was eigenlijk na nou, het kampioen van België de ene teleurstelling achter de andere. Ik, Verlies de kans om kampioen te worden, nationaal kampioen dan. Uh, de week erachter verlies ik mijn wereldbeker. En dan, ja, dus dat was zo een diepte. Uh, de ja, dat was, uh, de ja, curve dat ging naar beneden en ja, ze kon niet meer omhoog nee, nee Nee, dat was eigenlijk een. Uh, maar ik, ik vind Tabor wel een heel mooi parcours. Ik vind nu wel dat. We, allee, dit jaar Tabor mag voor mij de laatste keer het WK zijn. Ik vind dat we daar al meer dan WK's genoeg gereden hebben. op een gegeven moment is het zo wat wat uitgemolken vind ik. En, zijn we beter dat we misschien eens naar een parcoursen teruggaan, uh, waar we misschien nog niet geweest zijn om, om, om mooie WK's te geven? Ik heb het ondertussen wel zo wat gezien uh, daar. Maar het is wel een mooie locatie en, en de cross leeft daar wel wat. En, uh, alleen, iedereen heeft daar op zijn manier wel leuke herinneringen aan, denk ik. Uh, en dat geldt voor mij ook. Ja. Ja, maar er, er zijn zo'n aantal locaties waar er af en toe WK's zijn, hè? Tabor, zullen er ook een paar keer ja. hoog rijden. Ja, Zou we ja, ja. zelfs nu, ja, ja. Uh, ja, maar ik vind, ik vind Tabor wel een heel mooie ondergrond. Dat wel. Dus jawel. de ondergrond alleen al, uh, mag dat regenen, mag dat doen we dat wel. Het is er altijd mooi. Ja. En ja goed, uh, ik denk dat ieder WK parcours uh, iets speciaals heeft, ook al is het uh, de vijfde keer of de zesde keer in Tabor. Ja wel, dat is zo. Maar we, allee, ik denk dat er heel veel mooie parcoursen zijn waar we allee, ook wel WK's kunnen geven, denk ik. En het mag zeker van mij in taber zijn, laat, dat, laat me niet verkeerd begrijpen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook, elk parcours is een mooi onderdeel, dan moeten we bijvoorbeeld de kans geven aan ja, bijvoorbeeld een Benidorm. Het zeg maar parcours zal misschien nog niet 100% op punt staan, maar als je ziet welk enthousiasme daar is. Oh, we gaan dan natuurlijk warme omstandigheden krijgen als we op dit moment daar een WK geven, maar dat kan dan ook wel eens. Uh, geen, dat, geen van Mario? Of jawel, jawel. Ja. zeker ja. um, Het is snel, uh, maar dat moet ook. Kunnen. Ik vind mm -hmm. uh, als het in Oostende was, of in, dan, dan is het zand. Uh, soms kunnen dat ook niet of doen dat ook niet graag. Ik vind Benidorm heel mooi, iets speciaals, mm -hmm. uh, snel. Um, ja, dan moet je meer hebben. Ik vind uh, het blijft ook spannend. Uh, ik, ik, ja, ik, zelf hield ik ook van, van zulke omlopen, dus ja, waarom niet? Het is uh, wel een klassiek, Tabor natuurlijk. Dat is, dat is wel ja, een vaste waarde. Ja, dat is, hè? Het schrijft geschiedenis. Hè. Als je ziet wie er allemaal alle gereden heeft en gewonnen heeft en, en welke duels daar, daaruit gevochten geweest zijn, dan, dan draagt dat wel bij tot de uh, tot, tot, uh, geschiedenis van de cross. Maar ja, ik vind gewoon dat het af en toe toch wel. Uh, en nu met alle respect natuurlijk, maar bijvoorbeeld we gaan, we gaan proberen terug naar hogerijden te gaan. We hebben er eigenlijk nog maar een jaar geleden geweest. Als dan, ja, binnen vier jaar, bij wijze van spreken, dat terug weer WK is. Dan, dat mag voor mij binnen tien jaar terug zijn. Hè? Maar allez, er zijn denk ik heel veel mooie parcoursen. En, ach, daar, het hoeft ook niet bij wijze van spreken België te zijn. Maar zoals ik zei, Benidorm. Misschien zo is dan ik haal nu het voorbeeld van Mario gelijk de Middelvaart of zo, of een Poprat. Er uh, zijn heel veel schone parcoursen, denk ik. Uh, uh, ja, maar dat is, wel, dat is wel jammer dan. Bijvoorbeeld uh, Sven is daar wereldkampioen geworden bij de Belofen. En ik vind dat wel mooi dat je kunt zijn. ik ben wereldkampioen geworden in, in Tabor, mm -hmm. omdat het blijft. Mm -hmm. Ik heb het ook wereldkampioen mm -hmm. geworden in Treviso, dacht ik, bij de ja, junioren. Ja. Maar als dat dan niet meer terugkomt, zoals Middelvaart bij mij dus, dan is dat toch een gemis, vind ik. Ja? Ik, ay, gemis? Ja, niet. Nie. Nee, nee, maar nee, ik vind nee, het een ja. gemis naar, 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 naar de geschiedenis toe. Van, het, ja. is, het is Middelvaart, ja, Middelvaart, Middelvaart. Poprat, ik bijvoorbeeld. In Poprad, het is mm -hmm. één keer in Poprad geweest, ja. dus op een bepaald moment van de zomer, ik weet nog, uh, Tim Mellier stuurde mij een berichtje, het was uh, finish in de Ronde van Slovakije, en het was in Poprad. Zegt hij, ik wil hier winnen, zegt hij, om, uh, omdat jij daar wereldkampioen geweest bent mm -hmm. toen, in 1999. Ja, okay. En ik was toen klein en ik, woude, ik, uh, ik keek daar toen naar op. Snapte? Dus dat is zoiets van dat je mist als het niet constant terugkomt. Ja, ja want ik was vorig jaar in het na, was ik naar het WK Gravel geweest in Treviso. Uh, en de start was eigenlijk waar dat de finish was hè, van, uh, mm -hmm. van 2008. Uh, ik, ik was daar eigenlijk niet meer terug geweest hè, sinds, sinds de, de Wereldbeker of de WK's mm -hmm. geweest toen. En dat doet wel iets. Hè, als je, ik heb daar zelfs niks, uh, niks gewonnen of niks spectaculair gedaan, maar je weet je hebt daar een WK gereden uh, Je bent daar niet meer terug geweest. Maar die moment, ja, allee, dat, dat deed wel iets dat je daar toch ooit Een WK hebt gereden, laat staan dat je zoals Niels, toen in 2008 won. Het is ook wel iets uniek hè, als er maar één keer een WK geweest is, zoals Poprad. Je ja, ja, bent de ja, enige die daar Poprad. wereldkampioen geworden is. Ja, voilà, ja, maar ja, goed, ja, de mensen onthouden zoiets <laughs> ja. niet zo, zo echt niet dat ze, moeten, dat, ze dat moeten onthouden. Maar ik vind het toch uh, ja, want toen dat het in, uh, in Biel in Denemarken nog een keer wereldkampioen geweest is, uh, in Bogensen. En, uh, Bogensen. Uh, Bogensen. Bogensen, Bogensen. Dat is vlakbij ja. Middelvaart. Hè? Ja, ja. Uh, toen, uh, toen zijn wij, uh, ik met Simon Lamonde, de persverantwoordelijke, naar het parcours van Middelvaart geweest. Dat doet wel iets als je daar aan die finish uh, loopt. En zoals Fan ook zegt, ja. Ja, het doet wel iets met de mensen. Omdat je, dan, je denkt dan aan de mensen die bij u waren, uh, die in de materiaalpost stonden. Niet zozeer aan de wedstrijd of dat je won, maar gewoon aan de mensen die bij u waren. Mm. Ik vind dat ook wel belangrijk, want je wordt ouder en ook veel mensen zijn, dan ook al, uh, zijn er al niet meer. Dus dat doet wel iets met de mensen. Ja, je moet geschiedenis ja, koesteren, voilà, zeker ja, als er ja, een ja, mooie geschiedenis weinig. geweest is. Dus, uh, want Poprat, ik dacht even, oh, dat is Tsjechië, maar dat is, dat is Slovak, Slovakije. Ja, dus, uh, vroeger was dat Slovakije. Ja, dat ja, ja ik weet het. Ja. Ja. Maar toen al niet meer, toch? Dat ja, was het het al uitgesplitst. Al dus gelijk is lekker woordig en peteren, man. Ja, dat was ook. Het <laughs> <talle> gevoelig, zeker. Gelijk lijkt bal. Nee, maar dat is inderdaad. Iedereen heeft zo'n beetje zijn. Ja, er zijn een geschiedenis, denk ik in de Cross en er zijn bepaalde plaatsen waar, dat je, waar dat je graag terug naartoe gaat. Ik heb dat ook wel als ik uh, nog eens op de Cross kom waar dat je zelf leuke herinneringen hebt, dan gaat dat toe inderdaad wel iets. Uh, zeker als je daar. Een trui gepakt of een mooie zegen, dat is altijd wel fijn. Absoluut, dat mag je nooit uh, vergeten. Ja. En een mooie trui, ja, je, je kost het er 25, ja, ja, jaar 25 jaar later. 25 jaar, uh, een stukje textiel. Hè. Ja, zwaar. Voilà. Uh, trouwens, die wereldkampioen, uh, of die wereldtitel in 2001 uh, in Tabor bij de beloftesfan. Uh, dat is iets uniek, hè, want ene Mathieu van der Poel is nooit wereldkampioen geworden bij de belofte. Dus uh, je hebt iets gedaan wat Mathieu van der Poel <laughs> zelfs nooit heeft gedaan. Ja, maar ik zou toch veel eer zijn carrière en zijpalm, maar is willen dan dat van mij. Dus, uh... Hij is iets sneller van de junioren ja, 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 ja. ja, 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 naar de helix overgestapt. Hij heeft de belofte naar één, natuurlijk. WK. Nee, ja, niet, ja, nee, want. is draagt overgegaan, nee, toch? Nee, ja. Was de jongste wereldkamp? Ja, ja nee, in 2015. In 2015 klopt. Ja, in Tabor. een te doen, wie dat nog bij de belofte zou reizen. Dat was toch laat beslist, dacht ik toen niet. Was dat niet met Wout Hoek? Wie wel of niet nog bij de belofte of los zou reizen? Is Michael toen wereldkampioen? Ja, de belofte. Michael wel de, ja, de, de belofte. Ten, ja, ja, bij de belofte. Dus er zijn veel links met Tabor. He. Ja, voilà. Ja. Ja. Op die manier. Ja, ja ik, las in de, ik las nu ook in de krant van ja, dat, 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 dat Mathieu zegt van ja, ik ben de eerste keer wereldkampioen geworden bij de profs in uh, Tabor. En misschien nu mijn laatste keer. En uh, ik had in de week een gesprek ook met David gehad en hij zei ook van ja onze Mathieu zegt hem dan, um, houd gewoon van in Spanje te zijn. Daar te trainen, op zijn gemak te zitten, 20, 25 graden. En um, soms is hem de rompslomp, alé, zo, romslomp is het verkeerde woord, maar zo, de druk er zo wat rond. En uh, dat hem ook gewoon graag daar is, op zijn gemak in Spanje. En kan trainen en, en zijn ding doen. Um, dus ja, ik verschoot niet echt van die uitspraak als ik het interview met hem... Maar David had een week geleden. Dus, maar denk, denk je echt dat hij overweegt om zelfs helemaal te stoppen met Krossen? Nee toch? Mm, maar, ik denk dat hem. Allee, ik leg dan David ook zei tegen mij. Veel wordt er nu gedaan zo, om die zeven zegens van, uh, van, van de Vlaming. En David antwoordde dat, gewoon dat interesseert hem. Dat interesseert ons, niet. Nee? Nee, interesseert hij ik niet. Hij kan nu voor de zesde keer wereldkampioen worden. Ik dacht dat dat net de uitdaging was om. Om ja, daar iets historisch te presteren. Ik heb ooit uh, met uh, de Christophe gaan eten, een jaar geleden, denk ik. En uh, Christophe zei tegen mij: zei: Ja, uh, de Mathieu, ja, die koerst heel graag, die doet dat super graag. Maar zo het, het idee daar rond, is, is er soms vaak te veel aan. Um, is dat dan waar of niet? Zei, bijvoorbeeld, die vergat ook zijn een beker van de Amstel Gold Race op het podium. Hè. Dus je pakt je aan, die zet je neer en iemand van de pers moest achterna komen. Ze zo zeggen, zou je een trofee vergeten? Oh, ja, Geef hem maar af. Hè. Dus hij zegt van ja, die echt heel weinig waarde aan. Uh, natuurlijk aan die en zo wel, hè, maar. Um, zo aan maar een beker of een maar, trui of, of Maar of ik kan dat me wel dat wel voorstellen, zo'n heel stuk. een paar schoenen of. Als je op de cross allee... komt, je weet ook, je, komt, je moet altijd met je eigen mensen komen. Je komt altijd, het is zo'n kleine wereld, je mm -hmm. komt altijd bij dezelfde mensen terecht. Altijd word je zoals van de poel, foep, dat volk staat er ja. allemaal rond. Op de natuur dat is dat kotsmoe en zeker als je dan milan saremo gewonnen hebt, twee keer de uh, Ronde van Vlaanderen, ja, dat is zo'n klein wereldje dat je, dat je zegt van ja, ik zou liever even thuis op mijn gemak blijven en, en vier kan kan trainen in, Spa in Spanje. Ja, ja. Uh, ik, ik, ik kan me dat, ik, ik begrijp dat, ja. dat heel goed, heel ja. Goed, ja. Absoluut. Want uh, als je, uh, ja, uh, als je op het einde, zoals ik op het einde van mijn carrière ook, ja, op een ga, ga je naar de cross tegen je zin of je, je komt al die parking en je zegt, oh, weer al. Ja, ja. En dan Mathieu, met zijn status, dat ook nu een ja. beetje zo, zo erover nadenkt van, ja, weer al. Ja, die mannen vinden volgens mij een grotere uitdaging. In Vlaanderen of bij, vinden die ja, een grote tuurlijk. uitdaging. Maar allee, met alle respect, maar de afgelopen 13, 14 koersen van de Mathieu, dat is geen uitdaging he, voor die... Allee. Nee, net daarom dat ik denk van ja, er is één iets wat echt telt, dat is wereldkampioen worden en... en ja, ja, dat is ook een training voor hem hè. cyclocross is gewoon een training voor hem. Ja, ja. Die explosiviteit trainen, ik ja. um, denk dat dat wel, wel ook belangrijk is in, in zijn... Uh, in, in, moment, doel ook, hè? in Ja, in het ja. doel dat hij heeft in het voorjaar. Ja. Net hetzelfde met Van Aert, dat is gewoon een training dat die man, uh, ja. die man doet. Maar ze verdienen daar nog een beetje mee en uh, dit en dat. En, maar de zoveelste keer herentals en ja, de zoveelste keer hamazogen, uh, met alle respect natuurlijk, dat, allee, dat, dat liggen die echt niet wakker Maar van, als ze niet ik. doen, dan moeten ja. ze zich ja. weer gaan verantwoorden. Dus, Op zich denk ik niet dat hij dan zo zou wel wakker liggen, zoals bijvoorbeeld vorige week in Benedorm of wat hem dan niet wint of niet. Maar achter de koers moet het wel gaan uitleggen waarom dat je niet gewonnen hebt. Dus ja. dat, is, dat, is, ja, dat is altijd. Ja, dat is dus smart. dat snap ik wel, dat, dat op een gegeven moment. Het stopt niet voor die mannen. Nee. Nee. Het is, ja, het goed, is ja, continu, continu nee. winnen of niet. Elke keer opnieuw die een uitleg. Waarom wel, waarom niet, waarom dit, waarom dat. En winnen is normaal. Ja. Als die, allee, dat zo, die gaan aan de cross. En als ze niet winnen, is het niet goed. En als ze winnen, ah ja. Ah, ja. ja. Terwijl, dat dat, terwijl dat we dat allemaal ja. weten, we hebben alle, alle drie op een hoog niveau gereden. Um, dat dat eigenlijk niet normaal is. Ja. Dat je zomaar ergens aan de start komt en wint, dat, allee, ja, dat is, allee. Ja, en dat gaat zo ver dat dat niet, niet is met Kroos uh, en Herentals of, of Baal of Boom of noem maar op, maar dat gaat ook in milan Saremo dat gaat over Ronde van Vlaanderen, ja, toen, dat gaat over vla. het WK op de weg, straks Olympische Spelen, dus dat is een, een circo dat die mannen inzitten, die niet, ja. uh, niet evident is, hè, niet vanzelfsprekend is. Ik weet ook niet dat die dat lang kan kunnen volhouden. Ik ja. heb me die, die vraag ook al, al veel gesteld, zo van, Gaan die dat volhouden tot... Wat heeft het er eigenlijk koest Mario? 37. Ja, 37, ja. dat is voor de Matteo nog 8 jaar, voor de Wout ook nog 8 ja. jaar. Heb ik al vaak afgerakt? Gaan die mannen ook zo tot hun 738 koers rijden? Dat denk ik niet. Zodat die... De manier waarop, dat zij, moeten, waarop dat zij leven nu, voeding afwegen, uh, trainen, uh, die, die schema's volgen tot op de, tot op de, de, de kilometer, uh, ja, dat. dat kan volgens mij niet. En ze zijn ook op een jonge leeftijd. Zijn wow. ze ook ja. uh, ik, winnaars. Ik zag jouw eerste overwinning ja. bij de elite was op je dertigste of zo. Klopt ja, dat? ja. Goed, ja. M mijn carrière is helemaal anders gegaan, ja, ja. dus ik ben de crossen. Toen bij de jeugd. Uh, ben ik. Uh, hey, won ik tien uh, of twaalf crossen bij de junioren. En dan op een bepaald moment uh, sukkelde ik met mijn knie. Begin ik op de weg te, te koersen omdat ik een hele winter niet kon crossen. Zat ik direct in de nationale selectie. Ja, en toen was prof worden in de cross. Uh, we waren er niet zoveel, want ik weet nog Paul de Brouwer belde mij toen voor bij toen te gaan. Maar ik ging gaan werken. Ik, ik, ik kon meer verdienen met blijven werken dan, dan, dan toen dat contract aan te nemen. En ik ben gewoon op de, op de weg blijven rijden. Maar ja, op de weg was niet... Ja, de, 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 ik, ik was niet ja, echt slecht, maar ook, ook niet goed. Ik verloor in de sprint, vier vijfde. Ook, dat is niet goed, hè. Het is winnen dat telt. En dan ben ik teruggekeerd naar de cross. En dat was waar meer, meer mijn ding toen. Ja, en een tweede carrière... De op je dertigste eigenlijk gelanceerd, ja. 21ste, hè? Wat voor ja, idee dat? Ja. Oh ja, maar als kan al je kan je langer hè? Als, als al van je hun... nog is. Ja, ja, maar zeker eigenlijk de Mathieu en de Wout nu, die waren eigenlijk op hun 19 jaar eigenlijk dat al, dat al dat hyperprof. Ja. Ja. Hè, op, op, in, de, in, de, in de cross dan, en dan een paar jaar later uh, gaan die mannen aan straal en zo winnen. Wout oud zou de Wout toen geweest zijn? 2021, zoiets. Um, dus ja, die zijn al 7, 8 jaar op dat niveau aan het rondkletsen. Uh, allez, als je dan nog, nog, nog eens zo lang moet doen, uh, ja, ik weet dat niet. En die druk. Dat, allez, die druk vooral dat, hè. Die druk en stress. Ja, en, die allee. druk en die stress er altijd bij aan de rond. Oh, en dan, ja, ik uh, kan, het mij, kan het mij voorstellen. En mm. die kindjes die dan ouder worden, hey, zeker bij Van Aert, die kindjes die dan ouder worden, Van de Poel heeft daar nog geen last, geen last van, maar dat is wel... Uh, is wel hevig, denk ik. Ja. heeft geen last van zijn kinderen, dat klinkt zo. Ja, maar ja, bedoel, dat Heel erg ja, nog ja, niet. Ja, ja, nee, nee, ja, maar, mag, ja, dat, mag, maar dat, dat, dat komt er wel bij. Ja, ja. Zeker voor, voor, de vrouw, aj, voor de vrouw, toch dan. Ja, je, je wilt ook, ook wel... eh, gelijk als Mario zegt, op een gegeven moment, je kinderen worden groter in het geval van de Wout dan. en die gaan zelf wat fietsen of ja. die gaan wat mm -hmm. shotten of die gaan alleen zodan. Dan, dan is die een drang daar ook om daar ook gewoon af en toe bij te zijn. Ik, ik merk dat bij mij nu ook. Eh, mijn dochter is zes en die gaat dan een keer turnen en ballet doen en. Ah, je wilt die ook een keer weg doen, je wilt daar ook een keer bij zijn. Ja, dat zit da een heel andere fase van je leven Jawel, je jawel, jawel, doen. maar dan nog... Allee, dan, 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 dat begrijp ja. je dan maar des te meer. Vanaf is, gaat hij in dezelfde situatie komen. Ja, maar, ja. maar dan is zijn dochter, of zijn zoon, al een pak ouder uiteraard. Ja, hebben een zoon maar acht ja, jaar. Maar dan kun eh, je kunt dan allee naar de voetbal gaan of zo. Ja. He, of of ja. je wilt er dan ook graag bij zijn. Dat bedoel ik, ja, dat bedoelen we dat bedoel dus. Dan zal hij nog aan het koersen zijn in principe. Normaal wel, ja. Zeg, Sven, hoe um, verloopt jouw week eigenlijk? Want ja, de bondscoach, een week voor het WK. Je oogt uh, lekker ontspannen. Is dat zo ook tot en met zondag? Of zaterdag? Of vrijdag? Want het begint eigenlijk al vrijdag. Op zich wel, ja. Ik denk uh, ja, in principe is alles geregeld en gedaan. Dus als dat niet moest, moest gebeurd zijn, dan zou ik hier nu wel nerveus zijn. Maar op zich is alles geregeld en gedaan. Dus iedereen weet uh, hoe, wat, wanneer, waar. Jullie vertrekken uh, woensdag, of jij vertrekt woensdag? Ja, ik vertrek woensdag met, uh, met gedeelte van renners rensters die de teamrallye doet en die de zaterdag rijdt. En uh, donderdag vertrekken degene die zondag rijdt. Ja. Wat is voor jou de ambitie van uh, de, de Belgische selectie op het wk in taber Vorig jaar waren er vijf medailles? Ja, um, goh, medailles opplakken. Ik ben niet degene die dat, die dat meestal doet. omdat uiteindelijk uh, elke generatie is ook anders uh, Je hebt wel de elite-categorieën, waarin dan natuurlijk. Waarin dat we altijd aan meegedaan voor, uh, voor medailles. Um, jeugdcategorieën moet je altijd ja, jaar per jaar bekijken. Hè. Elke generatie is anders. Um, dat we daar nu niet de sterkste generatie in hebben, dat is duidelijk. Dus, um, maar goed, voor mij, allee, dat is iets dat ik eigenlijk al in oktober zeg. Van, voor degenen die straks in week a ja, Dan moeten eigenlijk de beste versie van hunzelf dan zijn op, op, op die dag. Hè. Um, dus gedurende het seizoen hebben ze de kans en de mogelijkheden om. Om met dingen uh, om te gaan, Allee, internationale wedstrijden, dan de beleving er rond, het reizen er rond. Hè, want voor sommigen is dat ook. Die zijn gewoon van mijn mama en papa naar de koers of naar de cross te gaan. Um, als je dan naar een Wereldbeker gaat of naar een WK gaat, dan is dat met, met een andere omkadering, met andere mensen. En dat is voor sommigen van hen ook. Allee, dat, is, dat is anders, dat, dat, dat is voor de ene makkelijker dan voor de andere. Dus, en, en op het WK moet dat gewoon allemaal op punt staan. En, uh maar dat is, dat is alles een rond. Ja. Puur sportief ja, is, is er toch een ambitie. De, de Belgische selectie zeker, is toch ook super ja, ja. ambitieus. Ja, tuurlijk. Uh, maar je moet altijd wel realistisch zijn. Hè. Als ik nu zeg van uh, ik zou graag hebben dat we bij de jonge junioren of bij de meisjes junioren wereldkampioen worden. Ja. Uh, die kans is, uh, is zeer klein. Uh, ik denk enkel met Arthur van den Boer behoren we misschien tot een medaillekandidaat. Uh, maar de meisjes junioren, bij de meisjes junioren gaan we, gaan we zeker niet meer doen. Dus je moet wel altijd realistisch zijn, uh, maar daarom zijn we niet, uh, niet minder ambitieus. Moet, moeten we ons zorgen maken, want er zijn toch andere tijden geweest. Hè? Bedoel, jullie hebben het ook meegemaakt dat, uh, dat we de medailles bijna niet konden tellen. Dat is nu anders hè? Ja, het is, eraan, het is raar ja, we, we merken dat ook met, ja, met uh, ons jeugdteam. Uh, het is ja, inderdaad een, een, een ja, minder lichting denk ik, uh, als ik internationaal uh, als ik het bekijk. Er zitten er wel een paar bij, maar uh, het heeft al beter geweest. Inderdaad. En hoe komt, het? Ja, hoe komt het? Ik weet het niet. Zijn, zijn ze in het buitenland nu beter, beter, meer mee bezig of zo? Of, of rijden ze meer op de weg? Of? Ik weet het niet. Maar het is inderdaad het ook, wel een mindere lichting. Ik ja. denk dat het ook gewoon generatie tot generatie is. Ja. niet kunt dat niet vergelijken. Want bijvoorbeeld, uh, uh, ken ze nu toevallig, omdat ze regelmatig bij ons komen. Zeker je papa. Je hebt dan de Mats van den Einde. Ja. Die is dan ook bij de junioren. Ja. Maar die heeft dan een broerke, de Bas. Ja. ja, dat is echt. Dat is een mannetje, die kan ongelooflijk goed met de fiets rijden. Um, is ja, een meter twintig groot bij wijze van spreken. Um, wind, van de week zijn, wind van de week een keer zo nergens een crosske. Dus dat is zo wel iemand dat je zegt van ja, kijk hè, dat is zo'n juniorke zo. Mm -hmm. En als hij gaat overkomen, is nu nog nieuweling, maar als hij gaat overkomen, dat kan weer zo iemand zijn zo, die wel wat kan crossen en sturen. Maar dat is altijd af te wachten. Um, en ik denk dat ook de de periode gepasseerd is dat, dat ploegen, zoals bijvoorbeeld bij Mario. Euh, zeggen ah we pakken hier 20 uh, junioren en uh, na de juniors uh, doen we er 18 over en dan houden we er twee bij. Ik denk dat je ook wat selectiever zult zijn. Uh, in, in hetgeen van wat pakken we er nog bij. Want uh, Je kunt bezig blijven. En je merkt gewoon de laatste jaren dat je had eigenlijk vanaf de belofte pas echt uh, allee, je kunt een goede ja, junior dat... zijn. maar... Uh, okay, maar dat... Je mag dat ook zeggen als een nieuweling. Je neemt die jongens als nieuweling en dan zeg je hun dat. Het begint pas bij de beloften. Maar soms de ouders uh, ah, die ja, denken: ja. van ja, oké, okay, nee, nee, we moeten nu presteren en we zullen nu presteren. Mm -hmm. En wij, hij, hij moet niet meer naar school. Maar ik vind altijd: als ze studies mm -hmm. doen, vind ik dat veel belangrijker dan, dan, dan uh, gaan trainen of, of de cross. En als je talent hebt bij de nieuwelingen. Trainen, ja, als je de woensdag traint en je rijdt de zaterdag of de zondag een wedstrijd, dan moet dat ook kunnen, vind ik. Mm. En uh, als je dan bij de junioren dan een klein beetje meer traint, dan, dan zie je dat het talent moet opstaan. Maar als je zoveel al moet voordoen bij de junioren, ja, uh, en, en bij de beloften begint het pas, ja, dan, uh, dan stopt het ergens. Het ja, moet, moet op die jeugd natuurlijk vooral plezier zijn. Bij de Elite is het een ander mm. verhaal natuurlijk. Wat, wat verwachten jullie? Ik ga het straks aan de bondscoach vragen. Wat verwachten jullie van, van de Belgen in, in Tabor? Hoe is er een kans om er een uh, geweldige WK van te maken? Ja, ik, ik denk dat, uh, alleen als in normale omstandigheden, denk ik dat we er mee eens zijn dat, dat de Mathieu moeilijk zal te kloppen zijn. Uh, en dan ja, zijn er nog twee andere medailles op het podium. En, maar dan zitten er er wel een paar. We hebben daar denk ik een Nelly, een Michael zitten. Daar een Thibault bij. Ik denk dat dat zo misschien de drie Belgen zijn waar we podiumambitie mee moeten hebben. Um, maar ik heb dan ook een Ronhaar, een Nieuwenhuis en een Lars van der Haar. Ja, dus dat zijn zo eigenlijk zes namen die dat ik nu zo in de rapte kan opzommen. Die, die eigenlijk in aanmerking komen voor die twee plaatsjes. Dus, het zou kunnen dat je er met twee Belgen op staat. Um, maar het zou ook kunnen dat, we er, dat er drie Nederlanders op dat podium staan. Dat, dat Zoals gisteren in de Hoogrijden. Dat kan, kan perfect. Ja. Maar dat is altijd. Het kan ook perfect dat, uh, dat de Mathieu's een ketting breekt uh, bij, bij, bij de start en uh, dat hem uh, al direct uh, drie minuten moet lopen uh, na, na de materiaalpost. Ja, dan is het ook een heel andere WK. Maar uh, ja, als als als. Uh, zullen we zondag dan wel zien, denk ik. Uh, maar als. Je, allez, dan zouden er nog andere namen boven komen. Dat zijn die, die namen. Hè. Dus veel zal, zal afhangen denk ik, van, van de balken. Wie, wie, wie springt het, 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 het snelst over de balken? Ik denk dat daar de wedstrijd zal gemaakt worden. En dan heb je Van der Poel, dan heb je Michael en dan heb je Thibault. En volgens mij, als ik dan. Ik heb een keer. Uh, toen dat Europees kampioenschap was, maar toen dat uh, jullie daar gewonnen heeft. Um, ik je hem dat nog. Het is uh, ongeveer anderhalf minuut inspanning als je tot, tot helemaal boven van aan de balken. Het is drie minuten inspanning vanaf de tweede keer trappen. Dus als van de poel van daar doortrekt tot helemaal boven drie minuten, dat is wel heel lang om, om hem te volgen. Uh, ik denk dat, het, uh, dat een balken eigenlijk wel het uh, veel verschil gaan maken. Zoals jij zegt ook, Elie uh, van de haar, goed. Uh, ze zijn heel goed, zeker Elie. Maar als je drie fietslengten verliest uh, mm. met over de bal te springen ten opzichte van, uh, van, van Michael en, uh, en Thibaut. Iedere keer dat terug goed maken. Dan Eli die al zoveel gewonnen heeft, gaat hij dat mentaal kunnen, kunnen opbrengen. Mm. Uh, ja, het, ga je, het kan. Maar ik verwacht uh, Michael. Uh, nieuwe neus springt ook heel rap. voor, voor mij gaan de balkenhuis daar het, het, het verschil maken mentaal dan bedoel ik. ja ja mentaal kan dat wel zijn, ik denk bijvoorbeeld als Denili, als je dat nu op voorhand al weet en je calculeert dat hij nee, moet hem al proberen van op kop aan die balken te beginnen, dan kan iemand die rapper springt kan hem inpikken. plus ook het klimmen ligt ook anders dan afgelopen jaar waar zoals vroeger naar beneden kwamen, rijden we nu naar boven. dus het is een klein beetje veranderd, maar uiteindelijk blijft het naar boven in die wijn. Ja. dat zal bepalend zijn. Dat zal maar... bepalend ik denk als, als een Eli een goede dag heeft en de Michael pakt, eh, om het nu binnen de ploeg te houden, de Michael pakt na de balken eh, 10 meter. Als een Eli echt een goede dag heeft, dan rijdt hem die 10 meter wel ja, toe. Dat tot aan we de terug aankomst. van de tweede Over de tweede plaats. Ja, het gaat altijd... alle ja. respect, het gaat altijd over de, ja, ja. Over de tweede plaats. Uh, allee, het zal volgens mij heel moeilijk zijn om. Uh, ja, als een Mathieu uh, gaat doorrijden uh, na de balken uh, en dan dat klimmen. dat is een beetje vergelijkbaar met. Met Benidorm, denk ik, dan uh, ja. <coughs> ja. Dat gaat snel, hè? Maar gisteren was er, was er ook tot twee maal toe een versnelling. En was Thibaut wel, uh, wel bijna mee. De tweede keer mm -hmm. moest hij het uiteindelijk mm -hmm. laten schieten. Ja, hij kan wel aanpikken, maar om er dan aan te hangen tot het eind, dat is, dat is een geweldige inspanning, denk ik dan. Maar in principe, uh, ik denk dat we ook een betere versie nog gaan zien van Mathieu. komende zondag in, uh, op 2K. Ik vond het niet de beste versie nu afgelopen weekend in Gamme en Hogerijden. Uh, maar het volstaat nog altijd om te winnen. Hè. Dus uh, in dat opzicht moeten we ons geen illusie maken. Um, maar ik vond het trouwens wel straf van Thibaut dat hem, uh, die eerste inspanning in Hogerijden van, van Mathieu kon, uh, kon overleven. Um, en meer zelfs, ik had vanaf dat moment altijd gewoon geprobeerd om in het wiel te blijven met Mathieu. Ik denk dat Mathieu hem op een gegeven moment ook gepakt heeft, het moment dat hij Bo op kop reed. Niet dat dat daarom zoveel meer energie kost, maar ik had dat op die moment niet meer gedaan, denk ik. Uh, ik had er op die moment altijd voor gekozen om niet meer uit de buurt van, uh, van Mathieu weg te slaan, ah, ja, om weg te zijn. Dus, uh... Maar Misschien ja, waren er nog een paar die zo ja, dag, dat he? was ik ook aan het roepen tegen jullie. Ja. Ja. In het doel van Mathieu. Maar ja, ik ja, zou ja, niet op kop is... rijden. Ja, ja, dat misschien niet, maar ja. iedereen, wil, iedereen weet... Niet de... Ja, wanneer gaat, hij, wanneer gaat hij demareren? Hmm. Ja, maar en wist dan, al dan altijd hij op dat bergstje ging Ja, dan weet wat je wat van, hard. je moet in het wiel zitten, maar als je drie fietst, als je twee, twee plaatsen achter hem zit mm. en zijn twee fietsen kwijt, ja, dan, 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 dan krijg je het maar dicht. En je kunt al niet rap rijden dan hem, dus dichtrijden is, mm. is, 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 al, is al moeilijk. Wat ik, en, ik, vond, ik vond het in hamme vond ik het straf van Michael, want toen dat die twee ronden op zes seconden op zes seconden blijft, dat vond ik dat vond ik nog straffer dan die, die inspanning die Mathieu, die Thibaut gedaan heeft om, om hem te volgen omdat ja, Thibaut is een sprinter dus het waren enkele seconden. Uh, hij kan dat. Ja, dat, dat weten we allemaal. Als je kunt uh, hippingen winnen, zoals Thibaut en een rit in Denemarken daar, uh, dan kan je dat. Uh, maar wat Michael gedaan heeft, uh, twee ronden op 6 à 10 seconden, vond ik heel straf. Het enige dat, dat Michael dan niet kan ten opzichte van de Poel, als, als Van der Poel dan passeert en hij kijkt dan. Naar het technische, dan zie je. Uh, Mathieu komt door op zijn 46-14 en dan zie je Michael op dezelfde passage, die rijdt dan 46-17 uh, of, of 18. Ja. Die, die hasen rijden gewoon ja. eigenlijk vier, vier tanden groter dan, 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 dan al ja. de rest. Hè, van Aert en van der Poel rijden gewoon sowieso vier, drie, vier tanden groter. Dus dat maakt gewoon het verschil. Die, Ford, Die force. Ja, ja gewoon extra ja, power. Komt dat? Het is van op de wechtterrein. Maar nee, het is niet van op de wechtterrein. Het is gewoon, ze zijn zoveel beter. Simpel. Ja. En dan, dan moet je de perfecte koers rijden en, en, en elk we... minim foutje ja. afstraffen van de ja. andere. Uh, hoe, hoe liggen de kansen van Michael van Toernood? Want het is een seizoen met ups en downs geweest. Eigenlijk meer downs dan ups in vergelijking met mm -hmm. vorig jaar. Is wel Europees kampioen geworden. Uh, ik hoorde Paul Herrijgers van het weekend ook nog zeggen: het is toch mijn outsider uh, naam. Maar, of Mathieu van der Poel. Ja. Uh, ja, je zit nu in de ploeg. Hoe, hoe schat jij dat in? Ja, ik, ik, kan, ik kan het. Ik denk dat de, dat de dat enige is uh, die, die, uh, die, die, Mike, die um, van der Poel gaat kunnen volgen. Als hij zijn, uh, zijn halve ronde of zijn ronde gaat doortrekken. Maar of dat hij dan dat gaat blijven kunnen volgen, om met mijn hele cross te volgen, dat denk ik wel niet. Maar gaat, ik kan dat wel. Ik, kan, ik denk niet dat er iemand sneller een, een, een ronde kan rijden dan de Michael. Maar hij heeft, uh, hij heeft natuurlijk ja, een, een minder seizoen met ups en downs. Maar dat komt eigenlijk ook een beetje door zijn zomer. Ziek geweest, uh, een verhuizing gehad, dan ziek geworden voor Amerika. En dan Michael, dan, als hij begint te twijfelen, Michael, uh, dan, dan, ja, uh, een beetje kende, is het, uh, wordt het dan een beetje moeilijk. Dan wordt hij Euro Europees kampioen. Uh, heel goed. In Kortrijk reed hij naar de overwinning. Dan heeft hij pech de laatste ronde. Het is zo met al een beetje net niet geweest. Maar uh, ik vind hem nu heel goed. Ja, en zijn rug, want gisteren zat hij ook zo'n paar keer zich ja, te stretchen. Want dat is ook een, een ja. rode draad geweest door het seizoen, toch een ja, beetje. Ja, maar ik denk: uh, iemand die uh, nog niet zeer in zijn rug gehad heeft in, in, in de cross, die gaat niet tot. Het, dus uh, ik denk wel <laughs> dat iedereen een keer zeer in zijn rug heeft, en ik denk wel dat het tegen zondag zal over zijn. Ja, ik, en ik had graag het parcours eigenlijk gezien zoals de Michael wereldkampioen werd in, uh, in 15 dan, zo ja. met wat ijs en gesneeuwd. En, nu, uh, zoals het weer dan eruit ziet, is ze 10 graden zeker. En ja, als het daar niet regent, is dat is echt een vliegmeeting. Ja. En ik denk als het technischer had geweest, dan. Ik denk dat Michael een van de technische renders is, technischste renders is dat er rondrijdt. Um, dus dan had dat misschien zelfs nog meer eens een voordeel gespeeld als nu. Want nu kan het echt zo. Ja... Eigenlijk is Tabor, als, de, als het nu echt droog is en niet geregend heeft, en het is 10 graden, is dat is dat echt geen moeilijk parcours. Dat, die ondergrond is, is hard. Dat, dat bolt gelijk niks. Um, dat scheeft niet? Nee, dat kan echt een vliegmeeting zijn. En inderdaad, het uh, kan een voordeel zijn ook uh, voor, voor de Belgen dan, voor uh, van, ja wat gebeurt er? Gaat hem uh, van minuut 1 daar uh, een uur alleen rondrijden en uh, ja, als we in het wiel kunnen zitten en we kunnen een aanval een keer pareren of uh, ja. Allee, het zou zomaar kunnen dat, uh, dat die koers oh. misschien wel iets langer gesloten blijft dan... Uh... Volgens mij gaat dat gevaar zijn. Als Van der Poel de kopstart neemt, en het is niet... En je zit, en je komt, ik ben er terug, en je komt aan de balken, en het is niet uh, Michael of Thibaut die in het wiel gaan zitten, Dat, dat zijn we kwijt, denk ik. Ja, ik Eén van de twee moet in <tog> dat wiel zitten. Hmm. Want het zijn de enige twee Belgen die even snel kunnen over de te springen. Als we die niet in het wiel zitten daar... En Mathieu zit op kop. Dat zijn we kwijt. Dan is het gedaan. De balken in Tabor, het is toch een apart verhaal. Hè? Ja, ze ja, nog maar ja, ze liggen daar. Ze liggen daar. Ze zijn al, hoge balken in uh, het gaat op. Ja, ja, ze zijn al, ze zijn al. Ja. zolang dat Cross ja. is in Tabor, Tabor hebben ze altijd een rol gespeeld en dat zal nu niet anders zijn. Ik sluit me daar volledig bij aan. De Cross kan nog wel. Uh, kan, kan, ja, kan drie minuten lang duren. Uh, dat zal. Het sleutelpunt zijn. Maar gisteren werd er vergelijking gemaakt met het parcours in Hoogrijden, in mm -hmm. Tabor. Hoogrijden, ook een snelle cross. <kwijnt> Ik denk dat er in Tabor toch iets meer hoogteverschil is dan in de Hoogrijden. Wow. Nee, dat is de, de inspanning, langer, ja, de lange, de inspanning langer. is iets langer. Uh, maar goed, als het vergelijkbaar is, dan, dan is de lange, lange cross, of een lange spannende cross. Daar, daar oh, hoopt iedereen op. Oh, ja, maar ja, ja. <laughs> met Mathieu van der Poelen weet je inderdaad nee. nooit. Dat kan na één ronde gereden zijn. Dat de Mathieu, zoals in hoger rijden, gaat eerst vijf, zes ronden meerijden, dat gaat zeker niet zijn plan zijn. Allee, er kan zoveel gebeuren, je kunt stuk rijden, je kunt lek rijden. Uh, in Talbora zitten ook zo wat stenen in de ondergrond, dus je kunt daar ook echt pech hebben. Dus de Mathieu gaat niet wachten tot, uh, tot, tot twee ronden van Dijn om, uh, om dan eens door te rijden op die balken. En dat geloof ik niet. Als hij de kans heeft, dan doet hij meteen ronde één al. Uh, en het ja. is ook, hij weet dat ook, hè. als hij weg is en hij pakt 10 seconden in de eerste ronde, dan gaan ze de baan opkomen en dan is het ja. ja. Dan weten ze het en dan gaat hij direct een minuut wegrijden. Ja, klopt. Want ze gaan hun benen stilhouden en ze gaan direct zeggen: ja, ja we gaan voor plaats 2 proberen te rijden. En hij gaat dan eigenlijk de wereldtitel cadeau krijgen, is een verkeerd woord, maar als hij 10 seconden pakt, dan, dan, dan wint hij. Want er is niemand, in het verleden hadden we altijd bijvoorbeeld een pitcock of een Wout van Aert die dan echt op 10 seconden mm -hmm. een uur aan een stuk bleven rijden om die kloof klein te houden. Maar nu gaat er niemand zeggen: oh, nu ga ik eens proberen ja. nog 55 minuten op 10 seconden ja. te blijven hangen. Dat is niet. Dat is een vooruitzicht, dus we... hè? <laughs> maar ja, het is de realiteit gewoon. Je kunt ook proberen gewoon om elke ronde de Mathieu pas in plaats 4 aan de balken te laten beginnen. Hè. Gaat dat haalbaar zijn, dat weet ik niet. Maar... Dat kan een doel zijn, hè. of proberen toch al sinds de eerste paar ronden van de Mathieu niet te hinderen, maar wel proberen met toer ja, koers zo, te rijden. En, iedereen allee. heeft zoveel respect voor Mathieu denk ik, niet dat een ja, wel dan, uh, akkoord. Maar, en dat kan nee. alleen een ronde lukken, maar je kan dat niet ja, elke keer dat, niet elke doen, dat is, is ook belachelijk om zo te crossen. Ik, ook, ja. ik nee, denk, nee. denk ook dat iedere crosser eigenlijk supporter is van Mathieu, als het wegseizoen uh, en, van, en, van, en van Wout dan. Dat ze de supporter zijn, dat ze nu niet gaan hem daar gewoon ergens. Uh... Nee, nee, ik praat niet over hinderen, maar je kunt wel proberen van je koers te rijden. En als je dan weet van: oké, okay, goed, ik kan van de, van de vijf ronden of van de tien rondes wel proberen. Van de eerste twee ronden gewoon, ook gewoon op kop te rijden. Je moet ja, daarvoor niet uw arme breiden van iemand. Maar allee, je kunt gewoon op een sportieve manier ja. gewoon na de trappen proberen van de Mathieu over te pakken en op kop aan die balken te beginnen. Er is niks mis mee met mijn eigen koers proberen te rijden. Hè. Je moet de Mathieu niet omver rijden, dat zeg ik niet. maar... Je moet wel allee, proberen toch zo goed mogelijk je eigen ding te doen. Je kunt ook gewoon in de wielen gaan zitten en, en wachten tot als je afgeslacht wordt. Dat is ook de bedoeling niet, niet. toch? Dus maar ja, ben jij als bondscoach bezig met het plan van ja, oké, okay, uh, we trekken ons niks aan van Mathieu van der Poel en we willen vooral plek 2 en 3. want ja, dan komen we in dat scenario, hè, dat het na één ronde kan beslist zijn. En dat maar dat, is, daar praat ik wel over, Mathieu. Ja, jongens. Ja. Ja, praat ik wel over. Dat is niet dat, ja, anders kan ik gewoon als reisleider meegaan. Dus, uh, <laughs> ja, nee, maar dan, dan, uh, dan is smijt het inderdaad. Je <laughs> oh, het hoor je anders. Oh, ik ik wel maar. scenario's <laughs> op tafel. En, uh, en ik, er zijn al jaren geween, geweest dat ik wel, dat, dat ik wel zaken. Uh, waarvan dat ik zei, kijk, nu gebeurt dit of dat wel. Maar je moet wel, elk jaar is, is, is anders. En je moet wel je, ja, je ambities moet je elk jaar ook gaan bijschroeven. En in dit geval, ja, weet je, gewoon. Dat het gewoon heel moeilijk wordt om Mathieu te kloppen. Hè. En zoals ook Mario zei, je hebt wel respect voor Mathieu van der Poel. Hè. Je, wil niet, uh, je wil niet degene zijn die straks hem uh, het voorjaar uh, ja, voilà. hypnotiseert. Dus uh, als er gekoerst kan worden, zoals Niels ook zegt, hè, je, je probeert inderdaad wel, als je daar kan op kop komen aan de bal, doe dat, Tuurlijk. maar doe dat op een, op een, Sportieve, op een mooie manier. manier Uiteraard moet je wel, je moet wel die ingesteldheid hebben. Hè. Anders. Uh, je ook gewoon beter thuis blijven. Ja, je moet, je moet wel scherp blijven, vind ik. Hè. En ik vind ook als je naar de WK gaat, dat, dat staat nog altijd boven alle andere crossen die er gereden geweest zijn. Ook al rij je misschien straks voor de tweede plek. Ai, je, rijdt toch een WK. Ja. Ik had er wel langs de nek vind ik het met weer dat, met weer dat het nu is en dat ze daar geven. En waarschijnlijk een droog parcours, goed bollend, uh, 10 graden. Vind ik het eigenlijk echt jammer. Kunnen erover blijven praten misschien, maar vind ik het echt jammer dat de, dat de, dat de Wout en, en Piet Kok mm -hmm. daar niet zijn. Want dat ging zo'n parcours geweest zijn. Zo van: oké, okay, de Wout springt trager over de balken als de Mateo. Ja, maar hè? maar allee, dan dat klimmeke in het wiel zitten. Ja. Dat had volgens mij echt een superspannend WK kunnen zijn. Met die drie mannen in topvorm. En, is... en ook dan voor die anderen. Zoals Michael, Eli, Valstil. En ja. ja. stil, ze kunnen ja. terugkomen. Ze, kunnen, ze komen in de wedstrijd. Nu gaat het geval niet zijn: hè? Het, gaat gewoon, uh, ja. het gaat gewoon van der Poel zijn tegen, tegen al de rest. En en als ja. hij dan weg is, dan had hij ook uh, misschien al een minuut te krijgen. Gewoon krijgen. Als we gaan naar elkaar kijken voor die tweede plaats en die derde plaats te rijden. Ja. En het is geen een. Hè, er is in, in de, nu gelijk als afgelopen weekend. Hebben we nog uh, mannen gelijk Nieuwenhuis, een Nieuwenhuis en een Ronaar en zo. Die nog achter een Mathieu koersen. Maar die gaan dat ook nu als een Mathieu bijvoorbeeld eerst aan die balken komt. In de pakte gat van 10 seconden. Ja, die gaan direct achteruit kijken. Die gaan kijken. Ja, Michael, uh, Elie, uh, ja. doe maar. Ja, die mannen gaan het, dan, die gaan het dan niet direct doen, denk ik direct van, oh ja, het gaat rijden, lukt toch niet, dus ja, ik kan beter rijden voor die tweede plaats. En ondertussen, als je daar twee minuten over nagedacht hebt, terug het straat op komt, is Mathieu een half minuut weg. Ja, plus zijn Nederlanders, hè. Dus die gaan, die die gaan, gaan, niet, gaan rijden niet rijden. Nee, dus, ja, nee. ja, ook, nee. Die gaan ook niet rijden. Nee. Die gaan niet rijden, dus uh, ja, dus op zich, uh, hij ga, als hij weg ja. is, dan gaat hij... En, dus, hem ver weg. Ja. Ja, en dan krijgen we een, een koers in de koers uh, voor, ja. uh, voor het uh, lastweer. Ja. Dus, ja. Ja. Uh, Mario, je bent drie keer wereldkampioen geworden. Uh -huh. Je zit nu bij Paul Soussen Bingo. Dus heb je wel een plan voor uh, Michael en Eli? We hebben daarnet gesproken over Michael. Hoe kan Eli zijn perfecte koers uh, rijden zondag in Tabor? Ja, ja, zoals iedereen zal zeggen, probeer Mathieu te volgen zo, 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 zo lang mogelijk. Uh, Eli heeft nu de Wereldbeker gewonnen gisteren. Hij is eens kampioen gewonnen geworden hij is, uh, dus je bent te prestige. Dus ik uh, zal een beetje een decompressie hebben denk ik, uh, maar goed, het kan ook op die manier als je naar 2k gaat. Uh, vind ik, het is een van de mooiste wedstrijden van het seizoen. Misschien helpt het wel. Misschien helpt het wel voor hem, uh, maar ja, ik, het is nog altijd die eerste plaats dat telt. Uh, tweede en derde is heel mooi, maar uh, gaat het voor hem? Ja, had hij zich daar nog kunnen voor motiveren? Die vraag stel ik mij na, 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 na gisteren. Ik hoop van ik hoop wel, maar ik mik toch meer op, uh, op Michael, die, die daar toch gaat toch proberen om, om zijn seizoen toch nog een beetje extra kleur te geven. En om toch zo lang mogelijk bij Van de Poel te blijven. Dat denk ik wel. Dat is de, de speerpunt van de, van de nationale ploeg. Want jij moet natuurlijk ja, een beetje schipperen tussen uh, zeg maar de drie kopmannen, zeker. Ja, de drie kopmanen, Het zijn, er zijn drie namen die, die echt laten zien hem dat, ze, dat ze in de buurt komen of dat ze toch wel echt meedoen. Hè. Ik bedoel, um, zowel Eli. Ik vind Eli eigenlijk altijd zijn laatste twee, drie ronden vind ik hem ontzettend sterk. Um, Thibaut heeft uh, BK was al vrij goed, de laatste twee ronden een beetje laten lopen, Maar dan uiteindelijk uh, Benidorm was ook al op een uh, sterk niveau en dan Overijden helemaal. Dus. Uh, ja, die drie namen, daar, daar ga je gewoon vanuit als ze gaan meren. Ja. Ja. Uh, hoe zit het bij de vrouwen? Want daar hebben we misschien wel een beetje hetzelfde verhaal. Hè. Van Empel steekt er ook bovenuit. Maar het ja. is minder duidelijk omdat er een paar proberen aan te haken. Alleen Pieters is nu ziek geweest. Ja. Alvarado, weer last van de rug. Hoe zit het met Brand? Hoe, uh, hoe gaat het daar verlopen? Ah, ik vind Van Empel wel. Uh, ja. Voor mij is dat toch wel de favoriete. 17 van de 19 crossen gewonnen. Dat is wel redelijk duidelijk, zeker. Ja, ja. Dus ook het principe het gaat ook uh, waarschijnlijk na die balken wat gebeuren. En dat klimmeken. En daar gaat zij met haar, uh, met haar groot verzet, als ze rondkrijgt op haar vermogen, gaat ze daar uh, de rest stilletjes dooddoen. En dat zal een goede een Petersen of een uh, goede Lucinda moeten zijn om daar, uh, om daar aan te hangen. Gaat Pieters over de bal zijn. gespringen? Ja. ja, maar gaat het snel genoeg zijn? <hums> ik ging zeggen, ja. ja het snel genoeg zijn? Ik, denk, ah, ik weet niet, uh, ik heb die beelden nog niet gezien hoe, dat, hoe dat ze in Taber erover springt. Maar gaat uh, Van Empel niet even snel erover lopen dan dat Pieter springt? Of, want ze gaat er moeten overheen als, als, als vrouw of als dame, zijnde. Als ja, ja. ze niet zo die naanloop kunnen nemen uh, en die snelheid uh, ontwikkelen. Om er echt over, te, over te, te springen. Het zal meer overeind zijn. Mm -hmm. gaat het sneller zijn dan dat je erover loopt. Tuurlijk, achteraf moet je dan wel je pedalen vinden. Maar zoals Niels ook zegt, ze rijdt ook. Uh... Ja, cyclocross is gewoon een krachtsport geworden de laatste jaren. Je ziet dat gewoon. Mm -hmm. Het is net, net hetzelfde bij de vrouwen. Maar ze is wel ziek geweest, Pieters. Dus, uh, ja, als de overeinde was het, uh, ja, heel moeizaam. Kan mm -hmm. dat op een week weer in orde komen? Op een week kan er veel, maar het is, het is geen goed signaal. Hè. Ik bedoel, zeker ziek zijn. Uh, uiteindelijk kost dat altijd energie. Hè. Je, je lichaam moet, uh, moet ergens in een, her, in een herstelmodus gaan, wat de energie kost. En dat is wel de energie die je nodig hebt om, uh, om een wk week, week voor te bereiden. Dus, mm. als het, uh, de vraag is natuurlijk: tot in een ver is ze is, is ziek geweest? Hè. Is dat koorts mee gemoeid geweest? Het, uh, ik, ik heb, ik heb een... Dus in dat opzicht uh, moet, moet je dat wel afwachten, maar het is, het is zeker niet ideaal. Hè. Wat verwacht je van de Belgen? Ik vind persoonlijk dat, dat Laura en Sanne het heel goed doen. Uh, het is niet, niet de, de jaren Sanne Kant dat we straks gaan meedoen om voor de wereldtitel. Maar ik vind wel dat ze internationaal uh, Gisteren rijden ze weer uh, West 6 en 7. Uh, Benidorm was ook goed. Ik vind, ik vind ze de laatste 4 à 6 weken op wereldbeker niveau wel echt goede resultaten erin. Kant op 10, allebei? Ik, ik vind dat wel, ja. Ik vind ja. dat ze uh, op verschillende parcoursen dan nu goed laten zien. Hebben, Um, ik geloof daar zeker in. Ja. En dat vind ik een. een um, oi. Die ambitie moet je het het ook uit. hebben, denk ik. Ja, ja en bij Laura moest de, de vorige jaren. Sorry, moest altijd zand zijn. Moest er zand in de ja. buurt zijn om, om, om te presteren. Maar ik vind dat Laura nu op bijna alle parcours echt goed voor de dag komt. En ik denk wel dat de ambitie moet zijn om top 10 te rijden, ja. alle twee, uh, hmm. Sanne en, uh, en Laura. En we hadden misschien nog een kandidaat wereldkampioen. Of we hebben dat misschien met, uh, met Emile Verstreng of de Jente Michels bij de belofte. Verstreng had nu wel wat last van de rug. Eh, ja, had wat wel problemen probleem. Uh, hij, hij, hij gaf het voor de cross al een beetje aan. En uh, de week verdien was hem wat blijkbaar echt wel heel veel gedaan. Ook en was er wel wat twijfels naar, uh, naar, naar, naar de wereldbeker afgezakt. Maar die gaat wel, uh, die gaat wel in een taber meedoen. Ja. Oké, okay. daar hopen we op. Hè? Op, een, op toch één wereldtitel. Hè? Laat ons volgen, ja. Tibor, ja. <laughs> ja. dat grosso had ook ja, sterk. sterk gaat, uh, dat is wel een. Dat zal een Goeie van de, de grootste kandidaat zijn, denk ik, om, uh, om de Belgen eigenlijk, uh, te kloppen. Ja, ja, ik denk dat dat, dat dat wel de grote favoriet is, denk ik, bij de Belgen. Ja, ja, ja. Zeker ja. als het uh, zo droog is en snel. Absoluut. Ja, ja het, het, kan zomaar, allee, het kan zomaar dat het. Uh, ik hoop natuurlijk van niet, uh, maar het zou zomaar eens kunnen dat je. Ja, bij de Belgen, um, bij de profs en bij de beloften, uh, dat je echt zegt van ja, dat is er allemaal een keer naast grijpen. Ik mm. hoop natuurlijk Sven van niet, maar nee, ja, nee, maar dat, die kans is er. Uh, waar het in het verleden, dat je altijd wel zoekt dat van ja, we pakken mm. ons medailles wel en, en we zijn mm. er altijd wel, wel ergens in de buurt. Zou het nu zomaar kunnen dat je op het einde van je uh, tweedaagse of je driedaagse, los van een gezien dan. Um, dat je dan een keer staan, en van oei, hè. en daarvoor heb het ook niet slecht gedaan, hè, maar na gewoon de topfavorieten bij de, bij de beloften en bij de, bij de mannen profs is er gewoon een heel breed, ja. een heel breed vlak waar dat, waar dat er veel die normaal zien die, die podium kunnen, ja, op podium kunnen staan en daar, daar horen wel wat namen bij en daar zijn allee, jammer genoeg dan ook buitenlanders bij. Ja. Nederlanders, ja. Ja, Nederlanders. Ja, maar, ja, maar ja, dat is vooral ja, ja. in de liedencategorieën, want bij de jeugd is het, uh, is het wel heel breed. Want ja. als je kijkt echt naar België, Nederland, ik had het er met Gerben uh, in de week nog over, uh, waar dat we meestal wel altijd meededen, dat zijn het vooral andere landen, hey, niet België en ook niet Nederland, maar echt andere. Fransen, uh, Tsjechen, uh, Italianen, die, de Britten ook. Uh, um, het gaat heel breed. Maar ik denk dat ze nu het ook beginnen inzien. In die andere landen dat de cross eigenlijk een, een goede opleiding ja. is voor alles, voor, voor het wielrennen zeg, uh, voor het wegwielrennen. Ja, en daar zijn ja. Wout en Mathieu natuurlijk uh, ja. twee rolmodellen in geweest. Hè. En, en de, de cross is nooit zo populair geweest de laatste jaren uh, dan nu door, door die twee mannen. Hè. De cross wordt bekeken door, door, door wegcoureurs, door wegteams, uh, dat gaat heel breed. Hè. Dus de interesse is gewoon enorm gegroeid, dat voel je maar gewoon. Maar we merken wel, als ze er niet zijn, dat de interesse wel heel snel vermindert, hè? toch? Op ja, kans. nee, nee, klopt, maar het heeft wel dingen losgeweekt en, en je ziet wel dat het... Uh, allee, ik, ik merk dat gewoon als ik bij de jeugd, uh, bij andere coaches, uh, bij Pontoni bijvoorbeeld, ja, ja, uh, bij, als ik met hem uh, praat, ja, hij zegt in één keer staan er uh, renners op, of is er in het interesse van renners of rensters... Die die nooit geweest is, hè? dus uh, daar zijn die twee absoluut... Uh... Op jonge leeftijd is dat heel ja. belangrijk, denk ik, om die, die discipline eigenlijk uh, gewoon onder de knie, knie ja. te krijgen. Uh, explosief, het is kort, je moet die, niet op de weg uh, moet die jongens niet op de weg sturen. Je kunt ze in een park laten rijden uh, de woensdagnamiddag. Uh, sturen. Sturen, ja. uh, reactievermogen, alles. En als je dan junior zit, of je zit dan 16, 17 jaar... Ze iets iets ouder, ja, Stuur ze dan de weg op en dat ze lange trainingen doen. Maar ze hebben die stuurvaardigheid, ze hebben die explosiviteit, hè, ze, hebben die, ja, ze hebben alles wat ze moeten nemen. Mm -hmm. En dan pas kunnen ze een enkele uren gaan trainen, als ze dan nog willen op, als ze dan op de weg willen rijden. En ik denk dat dat de ideale manier is nu om, om als, als, ze, als je 12, 13 jaar bent om begin maar te crossen. Hè. Mm -hmm. In, en ik denk dat ze dat nu in andere landen ook allemaal zo, ja, zo, zo zien. Zeker. Nou goed, en de prestaties die komen daar later wel. Tuurlijk. Um, ja, we willen prestaties natuurlijk van de Belgen. Het zou mooi zijn als we medailles en wereldtitels pakken, maar um, ja, dan moet je winnaars hebben. Mario, jij was een echte winnaar. Hè? Je hebt acht WK's gereden, zag ik. En zeven keer op het podium gestaan bij de profs op een WK. Ja. Hoe, hoe, hoe flik je dat? Hoe doe je dat? Of hoe kan je dat leren aan, aan, aan jongens of meisjes met talent? Uh, talent, ja. Ik was iemand uh, die mij heel kon fixeren op, op, op de wereldkampioenschappen. Uh, ik ik uh, was van kleins af er al, uh, al, al op gefixeerd. Mijn, mijn pa had ook uh, wereldkampioen geweest, bij de, bij de liefhebbers was dat toen. En die, die trui ging die, die altijd uh, bij ons uh, bovenop op de trap. En dan, als je dan de kans krijgt uh, om daar naartoe te, te werken, uh, dan ja, dat was, was dat voor mij een doel. Als ik wist dat de WK doorging in middelvaart of in poprad, dan moest ik het parcours weten. En op het, in het Kluisbos, dat was in september, dat was mijn parcours. Ik maakte dat. En daar ging ik iedere week op trein, op het parcours. Die, in, die dan in februari of in januari, eind januari, dan uh, voor, voor mijn neus... Uh, je maakte het parcours na? Ongeveer, ja. Het WK-parcours ging, het WK ja, ging ja. je een beetje simuleren in het, in het Kluisbos? Ja, ik maakte dat parcours als ja, Van weet dat wel, hij heeft ook dikwijls, uh, dikwijls afgeweest. En ik heb één keer de fout gemaakt. Uh, toen is het niet gestel. Uh, dat was een vlak parcours. En toen ben ik een jaar eigenlijk bij ons in Lozer Cruz geweest, dat was allemaal vlak. Ik heb ook een slecht jaar gemaakt, ook die andere wedstrijden ervoor. En dat was eigenlijk, eigenlijk dat was een fout. Dus uh, Kluisbos was beter om te trainen zoals die man naar Langdorp ging in die tijd. Uh, ja. zelfs, uh, zelfs voor Hestel heb ik de hele, hele winter dan, uh, op vlakke parcours getraind. Dus het, het, het hele seizoen stemde je af op het WK. Ja, ongeveer en wel. alle rest kan niet zeggen bijkomstig, maar het was allemaal in functie van, uh, van die ene dag. Ja, ja ongeveer wel. Ja. Ja. Kan je wel uh, ja, met succes wel, hè, want drie keer wereldkampioen geworden. Bedoel. Kan je wel zo. Uh, ja, ik zat, dat was uh, altijd mijn idee geweest. Ja. Ja, maar je was vijftiende in München, je eerste WK bij de Props. Ja, en dan. Ja, ja, Polaris op de kamer toen. Ja, drie, drie keer wereldkampioen, drie keer tweede en één keer derde. Ja, en in Montreux was ik ook een keer daar is mijn tube af, af, afgesprongen. daar ging 96. ik ook wel redelijk dicht geweest in. Ja. In Middelvaart was het een demonstratie, hè. toen meer dan een minuut ja. voorsprong. Ja, vervekt ja. toen uh, zat ik met, met Pantoni, dacht ik, toen achter ons. En, uh, ja, die, die had dan, en wie? Jernis. En Jernis, ja, de deen de, de, de toen. Thuisrijder. Thuisrijder. Ja. En uh, ja, Erwin heeft dan een beetje het gat laten vallen. Zoals dat, dat misschien met Van der Poel uh, dan zondag ook kan tegenkomen. Dat je de, de voorsprong krijgt. Ik, ik kreeg die voorsprong daar, toch het grootste gedeelte. Deel, de en het was ook in mijn voordeel. Het was gevrozen. Het was uh, ja, keihard. En. Uh, dat zand dan aan, de, aan, de, aan het water was, uh, was ook keihard. Dus voor mij was het een halve wegwedstrijd. En het parcours was zoals, uh, zoals Kruisbos. Ja, dat was middelvaart. Het jaar daarna kwam popraat. we hebben het er net over gehad. Dat ja. was in Slovakije. Ja. Wat herinner jij nog? Want dat was een, een legendarisch WK. Er is veel om te doen geweest hè? Met, met Erwin Vervekke. Wat ja. onthoud jij eigenlijk? We zijn nu meer dan twintig jaar later. Uh, wat onthoud je van dat WK? Um, dat ik niks verkeerd gedaan heb. Nee, want uh, ik, ik ging daarin... Voor de mensen die het uh, misschien ja. niet meer helemaal weten. Maar of Erwin Van ja. Vekker reed bijna het hele week Heel, aan de, de leiding. Hele week he? aan de le Heel het hele reed hij aan de leiding. En de laatste ronde uh, kwam ik op 21 of 18 seconden van, uh, van, van Erwin. Dus dat was, het was gedaan. Maar uh, Adrie van der Poel zat nog bij mij toen. En toen dacht ik, als ik Adrie moet kwijtraken, moet het nu in het eerste deel van het parcours gebeuren. Dat was uh, bergop. Uh, op de weg. En dan moesten we even lopen. En ik liep altijd op dat stuk. En sommigen sprongen op na een paar meters uh, en reden dan naar omhoog. Maar ik had gekozen, ik loop iedere ronde. En ja, ik, zo gezegd dat gedaan. En ik kwam boven en blijkbaar had Erwin enkele keren opgesprongen en zijn pedaal niet gevonden. Opgesprongen, zijn pedaal niet gevonden. En ik kwam daarboven. Ik, ik, ik uh, was uh, bezig met, met Adi van der Poel uh, uh, los te rijden. En ik kwam boven en opeens zag ik Erwin daar rijden. Hey, wat kan dat nu? Is hij lek of weet ik veel wat? Ja, toen was het uh, een stier naar, naar, naar een, een rode doek. Hè? En nooit, nooit meer gedacht van ga uh, uh, vallen of dit. Ieder een bocht binnen genomen, binnenkant genomen op ijs en alles, alles lukte. Ja, en dan kwam ik erbij. Drie bochten voor het einde. Ja, wat doe je dan? Erop ja, en erover. Het blijft natuurlijk een WK hè, en daar wordt altijd veel over gezegd. En, maar als je wereldkampioen kunt worden, dan moet je die kans ook gewoon grijpen. En, um, we hebben het daar in de vorige podcast ook al over gehad. Uh, een wereldtitel is iets speciaals en achteraf. Dat WK, daar is toen veel over gesproken geweest. Maar het draagt wel bij tot de geschiedenis van de cross en uiteindelijk is dat wel. Wel knap en voor de ene was dat positief en voor de andere ja. was dat dan wat minder. Maar aan de andere kant, ja, Tabor dan een paar jaar later of uh, een jaar later uh, valt, uh, of, uh, valt of schuift Mario, waardoor Erwin eigenlijk wereldkampioen kan pakken. En dat is ook zo'n manoeuvre dat bijdraagt tot de geschiedenis van de Cross. En, bij de een is hij een keer daar, en bij de ander is hij een keer daar. Maar, ik vind ja, maar op het zich is wel, wel tof dat we het Het is toch nooit de intentie en... geweest van mij om, om, om de laatste ronde in te gaan om, om wereldkampioen te worden in, in poplat. Echt waar. Maar, maar vaak is dat zo, Maar dat is wel de je Ja, maar, oké, okay, maar Erwin beaamt dat nu ook. Uh, maar natuurlijk, als, als Erwin fout maakt en je ziet dat niet, maar hij komt opeens boven. Ja, je weet niet wat er gebeurt als, als opeens de eerste daar ook rijdt, doordat hij fout fouten mm -hmm. gemaakt heeft. Ja, daar rijd je naartoe. Als het moest, misschien nog een ronde moest geweest hmm. hebben, dat we even konden praten, ja, misschien... Hè, hè. Maar, en, en wat als maar, Adrie van der Poel was meegeweest? Want dat was het hele ding natuurlijk. Ja. Hè. Door het feit dat je alleen naar Erwin reed, kon het worden verklaard. In een ander geval zou het okay, moeilijker zijn. Oké, ja, geweest. ik heb misschien een fout uitspraak gedaan. En als, omdat journalisten zeiden met toen, en als Adrie van der Poel bij u geweest dan had had dat risico genomen. Misschien wel. ja, ik was toch de rapste. Goed, hmm. misschien wel. Misschien ook niet, maar je weet dat niet. Maar op, op dat moment, ja, je zit in de wedstrijd, je wilt wereldkampioen worden. Uh, je, je denkt dan, ja, ik word hier nog tweede. Erwin wint, oké, okay, goed voor hem. Maar je ziet, en opeens rijdt hij daar, hmm. door zijn eigen fout. Ja, daar rijd je los naartoe. Hè. En dan en... komt erbij, en dan, 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 dan heb je geen tijd meer om, om na te denken. Ja, ik kreeg erover, Boom, het is gedaan. En toen, toen was hij natuurlijk heel ontgoocheld. Is dat intussen helemaal geslepen? Ja, natuurlijk dat. Natuurlijk. Kijk, met Erwin een goede band en uh, ja, goed ja, dat is het moment Je bent concurrenten van elkaar en dat, dat is dat is ja. helemaal zo gereid om, om wereldkampioen te worden ik denk Dat iedereen uh, dat, dat doet. En ik ben blij voor hem dat hem achteraf nog enkele keer of een paar keer wereldkampioen geworden is. Drie keer dus uh... ja, mm -hmm. voilà. Echt, ik, ik heb een lot gegund, maar Ach, je zei concurrent, ja, want ja, ja. Je, je, een wereldtitel geef je niet weg, hè? dat is niet nee, een, een, een cross nee, achter nee, de kerk, hè? Maar, nee. maar ik zeg het, als het nog een ronde moest geweest hebben, ja, misschien wel. Hè? Ja, omdat, je zegt, omdat je dan denkt van... Ja, ik was vorig jaar wereldkampioen, Erwin heeft, heeft met toen geholpen. Misschien wel, maar, maar toen was er gewoon geen tijd meer. Ja, je zit zodanig in de flow, ja, je zit adrenaline, in flow adrenaline, de, de mensen staan van de staan te roepen en, Maar aan de andere kant Mario iets weggeven. Allee, we hebben nu dit jaar gezien, ook bijvoorbeeld in Gent Wevelgem, dat de WAD ja, eigenlijk uh, uh -huh. de overwinning weggeeft. Uh, en dat is leuk en tof, maar uiteindelijk, allee, hij geeft daar Gent Wevelgem bij spreken weg, gelijk als het of een is in het is dus een bolder. Terwijl dat, dat iedereen in zijn carrière ooit hoopt om Gent Wevelgem te kunnen ja. winnen. Uh -huh. um, maar langs de andere kant, als je nou ene keer bent, of twee keer of drie keer... Maakt het in feite uit, achteraf gezien dan? De, op het moment zelf wow, wel. het is toch leuk? De, op de, ja, tuurlijk. Op het verschil tussen wel. 0 en 1 is veel groter dan tussen 1 ja, en voilà, 2. op het moment zelf wel. Maar achteraf gezien, als je, je carrière dan gedaan is, dan denk je, ja, wat maakt het in feite uit? Of dat je twee keer zit, of één keer, of als je één keer wereldkampioen bent, dan ben je voor de rest mm -hmm. van je leven wereldkampioen. Mm -hmm. Dat je nu drie keer wereldkampioen bent. Ja, zwaar. Achteraf, <laughs> zeg, dat had hem 20 nee, jaar geleden nee, 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 nooit gezegd. Nee, dat had hem 20 jaar geleden nooit Dat is mijn ouderwoners. Ja. <laughs> ik ja. ja, word we wel rustiger. Ja. Ja. Maar, ja, dat is makkelijk hè, om, dat, om dat te zeggen als je drie nee, keer wereldkampioen ja, bent geworden. Ja. Ja, ja, toch wel. Ja. Want ook in Zolder maar, woon je, en dat was tactisch knap gespeeld op het einde. Met Tom van Oppen en Sven Ja. En Groenendaal ook nog zeker. Dat vond ik wel. Ik denk dat ik daar uh, nog een keer met, 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 met Tom toen gesproken heb, de laatste ronde, om een beetje Sven nog te intimideren. Van, Tom, kom maar, we gaan ervoor, we handen er gewoon tegen hem praten. Waarschijnlijk had hij mij nooit gehoord hem Tom, want het was zoveel volk. Maar toch om te laten zien, Tom opzichte van, ijs van, kijk, wij rijden hier samen. Uh, maar al, alhoewel, dat ik ook graag gewoon... Dat ik blij ben dat, dat ik gewonnen heb daar in, uh, in Zolder. En dat, dat Tom ook graag zou gewonnen hebben. En Sven ook. Maar ik wist uh, toen ook al van, ja, ik moet hier gewoon met die man blijven. En als ik, uh, als ik sprint, uh, dan, dan staan ze niet op de foto. En dat Zal was een. jou zo... Tom... als je daar wel van hebt, hè? Ja, maar dat is wel. Ai, ik... Soms zeg ik dat tegen Sven Nijs nu. Uh, of met Thibaut. Als ze met Thibaut de laatste ronde ingaan, dan, dan zijn ze verloren. En nu zegt hij ook soms: van ja, dat is wel, wel een, een, een wapen dat, dat, dat je hebt en je moet dat gebruiken. Als je dat hebt, waarom gebruik je Ja, je moet dat gebruiken. Zo. Mm -hmm. Een sprinter moet niet, moet niet op kop rijden of moet niet in de navel hangen. Je moet gewoon blijven wachten en tot aan de finish dat telt. En dat was, dat was mijn, mijn, altijd mijn idee als ik aan de, aan de cross begon: uh, kan ik het niet losrijden? Ja, dan wacht ik gewoon tot aan de finish. Zo simpel. Mm -hmm. Maar je hebt ook een WK verloren in de um, Strijd. Ja, nu zijn we weg. Tegen <laughs> Bart was is het, het niet het nooit. Was dat heel kort bij? Hij stond ook op podium. Ik, ik zag het gebeuren. Ja. Goh, ja, dan. Daar heb ik uh, lang, echt waar. Dat, dat is. Dan, dus straks zei, ze, ze, zei ik: van, ja, één keer of twee keer is Wereldkampioen. Maar als je dan een fout maakt, vind ik, als je, als je zelf een fout maakt om een wedstrijd niet af te maken. Ook al weet je toch voorhand hoe je het moet doen, daar dat uh, ja, ben je kapot van. En ik denk dat Erwin uh, Hijvervekkend toen in Poprad net hetzelfde tegenkomen is. Zodat ik tegenkom ben in Poprat, in, uh, in Om gewoon niet te beginnen sprinten vroeg genoeg. Als Erwin daar in Poprad naar hem hoog loopt, is hij gewoon wereldkampioen. Maar datzelfde lekker met de Wout en de Mathieu, denk mm. ik, uh, verleden jaar in uh, Hoger. Eigenlijk. Ja, voilà. De Wout dacht van volgens mij, van de Mathieu gaat vol aanzetten naar die balken. En ik ga met, met twee seconden, of misschien met een seconde, de weg opdraaien. En als, Mathieu, als ik in de slipstream misschien kan opdraaien, dan kan ik misschien op snelheid dan nog heen geraken richting in de Maar wat doet de Mathieu? Hij, hij springt gewoon over die balken en hij wacht. En de Wout trouwt op kop het, de baan op. Maar van zodra dat, ik was daar op de cross en ik was naar het scherm aan het kijken in de materiaalpas en ik, ik zie de, de Wout niet aanzetten. Ik zie die gewoon wachten totdat ze Mathieu aanzet. Ik zeg ja, als die de baan had opgedraaid en die had vol begonnen, dan wil ik het nog zien dat, dat Mathieu op dat kort stuk... Hè, want je moet weten, je moet eigenlijk die fiets goed maken. Het is, het is 200 meter. Het had gekund, maar gelijk als het nu bijvoorbeeld gegaan is, was hem ook altijd geklopt. En, zoals ja, dat je gezegd he, vergeten te sprinten. Vergeet te, sprinten. Vergeet te sprinten. Gisteren, ja. ik weet niet of dat in beeld is gekomen, Tibonijs, die de sprint verliest dan van Ron Is dat in beeld geweest? Nee. Ik weet het niet. Nee, nee, dus op een bepaald moment, ik stond boven op de trappen, ik kroop naar Elie, uh, kort in het wild draaien van Thibau Nys dan. He, want van Nieuwenhuis was een klein beetje voor. Ik dacht, als Thibau nu opdraait, die gaat Nieuwenhuis ja, nog niet pakken. Dragen. En Heli uh, zit in het wiel, dan gaan zij twee aan drie zijn. Wat doet die Bo? Net hetzelfde zoals Van Aert vorig jaar. Die stopt. Hij stopt met, met, uh, met trappen eigenlijk, hij twijfelt een beetje. Ronhaar was een paar meters achter al mm -hmm. toen, komt van achter, kanaal en ze waren al twee verloren. Als die Bo daar echt vol gaat, dan is hij tweede. Gaat hij Nieuwneus gepakt nog pakken, en Heli komt mee in het zog, want Eli is niet echt een ja. sprinter. Komt mee in het zog en gaat hij de derde worden. Ja, ik stond er al die aan met die boot en ik zei, ja, het is naar de, hè? Ja. Is naar de bandjes. Dat is een les voor volgende week hè, om dat soort dingen niet te doen, want het kan over een medaille gaan. Dus ja. uh, gisteren is dat allemaal niet zo belangrijk. En inderdaad, zoals je zegt, als je, als je wel of geen wereldkampioen uh, wordt ja, ja, ja. door zo'n fout, dan, ja. dan draag je dat een tijd mee. Uh, denk maar aan duel wel Worst Alvarado, mm -hmm. denk niet dat Worst misschien nog een kans krijgt om nee, wereldkampioen klopt. te worden. Ja goed, het gaat over zo'n ja, dingen. Ja, ja, als juist. je drie keer wereldkampioen of twee keer of weet ik veel hoeveel uh, wereldkampioen bent geweest, ja bedoel, dan is het... Ja, dan als je dan verliest, uh, zoals ik dan in Monopoly, ja, als, als wel dan de sterste is, oké, okay, geen probleem daarmee. Maar als je dan verliest er zoiets, dat, dan, 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 dat, dat, dat doet echt pijn. Vergeten, ja. te ja. Vergeten, ja. Te vergeten, vergeten te winnen. Vergeten te winnen. <laughs> Maar toch vooral drie ja. keer wereldkampioen. Um, <laughs> ik, uh, ik moet afronden, want we zijn al ruim over het uur. Ik ga de vraag niet stellen wie wereldkampioen wordt. Geen pronostiek, want uh, ik vrees dat we toch redelijk bij dezelfde namen gaan uitkomen. Maar de vraag die wel nog moet komen is: Niels, um, wie? Ja, wie, dat gaan we nog niet kunnen beantwoorden, maar hoe kan uh, de persoon uh, die er interesse heeft jouw truitje van de Belgische nationale ploeg van ergens twintig jaar geleden winnen? Het ja. truitje dat je nu aan hebt. Als we nu eens um, bijvoorbeeld pakken dat je moet uh, gokken, um, na ja. hoeveel minuten Mathieu Van der Poel wegrijdt. Als hem niet de wegrijdt, definitieve Ja, zo uh, de definitieve kloof. Zo, nu is hij weg. Vijf minuten, tien minuten, kwartier. Zo, de definitieve kloof. 53 en uh, 15 seconden. Minuten Zou fantastisch en seconden. Zijn. Ja, minuten Goed. en seconden. Oké. Okay. Ja. Uh, wat als uh, Mathieu van der Poel niet wegrijdt, om welke reden dan ook? Ja, dan hou ik, ik mijn truit tot volgend jaar. <laughs> de, uh, dan gaat het gewoon verlopen. Ja, dan het gewoon ja. ja. <laughs> Oké, okay, go, goed. Perfect. De vraag is, wanneer rijdt Mathieu ja. definitief weg op weg naar een uh, vermoedelijke wereldtitel? Ja. En jij zet er nog een aantekening op. En dan, ja, dat is goed. Uh, voilà, goed kijk. Uh, via de social media, Instagram of uh, weet ik veel waar, uh, YouTube, kan je zeker een, uh, een poging wagen om dat truitje van... Uh, Niels Albert, mijn, uh, ik zie Sven kijken ik denk dat hij ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, Ik heb ja. ook in de gast. Uh, <laughs> jij ook, Mario? Uh, ik zou moeten verzoeken. Uh, ik denk wel uh, dat ik er ook nog ga in kunnen als ik zie uh, dat Niels er nog in kan. Hoe willen je bedoelen? Ik denk dat we moeten afvallen. Ja, Niels, dankjewel. Uit, Mario, <laughs> dankjewel. Sven, dankjewel. Succes in, uh, in Tabor. Gaan jullie naar Tabor? Nee, uh, jij nee, zit ik in ik Boom. Ja, ik vertrek uh, donderdag. Donderdag. Oké, okay. goede reis en veel plezier en succes. En u bedankt voor het kijken. Volgende week een nieuwe aflevering, dan gaan we het hebben over dat WK in Tabor. En dan weten we wie dit um, fantastisch collectors item wint. Tot dan!